Yo, mensen van Gek Gamers, fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Ivo en ik ga wat vertellen. Ivo, er is geen intro of iets dergelijks. Je bent gelijk met de video, maar tegelijk een nieuwe gameplay. Iets nieuws dat wij, behalve alleen maar Minecraft. Ja, ik wil graag een beetje vertellen over de nieuwe dingen die er gaan komen. Dingen die leuk zijn, dingen die minder leuk gaan zijn. Ik wil heel veel andere games wil ik gaan spelen, maar ik wil ook graag nieuwe dingen gaan uitvogelen. Dat betekent dus ook dat ik heel veel tijd in mijn video's wil steken. Dat betekent dus niet dat ik, zoals voorgaande keer, dat ik en mijn camera boven een hero had en dan de gameplayer gewoon onder. Nee, dat ik gewoon overal mijn camera neer kan zetten. En als mensen gewoon ook een camera mee willen doen, neem gewoon op, stuur naar mij toe. En je zit er gewoon in als je bij de video zit. En dit betekent dus ook dat hem. Dat ik nog steeds mijn best ga doen, dat ik nog steeds gewoon mijn video wil gewoon uploaden. En gewoon nog steeds hetzelfde wil doen, elke dag om 8 uur uploaden. Alleen, gisteren, was het niet echt heel leuk bij mij. Het zat niet lekker, ik was niet lekker. Daarna moest ik nog krantenwijk doen. Omdat, het zat niet heel erg mee, oké? In ieder geval, als jullie meer gameplay willen of gewoon dingen die gewoon gespeeld moeten worden, laat het weten bij mij in de reacties. Dan ga ik het gewoon binnenkort spelen. En misschien kom jij wel in de. Komt jouw game wel binnenkort op dit kanaal. Eén voorwaarde dat wel gezegd moet worden is dat ik wel mijn best wil doen met editen en zo. Dus dat ik een beetje een hele grote facecam wil doen. Dat neem ik al. Ik neem een hele grote facecam, neem ik nu op. Dat ik twee dingen moet gaan opnemen. Twee dingen. Maar doe een game wat geen eigenlijk meer een storyline hebt, maar gewoon dat ik free kan spelen zonder horror of zo. Gewoon een game dat leuk is om gewoon onder te praten of zo. Want dat. Ik weet niet, volgens mij wil ik daar ook best wel binnenkort ook een beetje in gaan. Gewoon mijn video's een beetje in die richting gaan maken. Want er heel veel tijd zit in kwaliteit. 1080p. 330 FPS als beeldkwaliteit. En ik heb jeuken naar zo'n moer irritant. Maar ja. Ik vind het toch wel raar. Sommige mensen die vinden het wel leuk om zo over te praten, maar ik zit soms wel mee tegen zo'n denk van hey, waarom? Waarom moeten we dit nou weer doen? Waarom moet ik nu beginnen? Niet gewoon 10 jaar geleden of zo. Het doet er ook niet aan toe. Dat is echt heel raar van het onderwerp switchen. Doet er niet aan toe. Maar heb jij dus nog iets bijzonders dat ik moet gaan doen of zo? Gewoon een gameplay dat ik gewoon de hele tijd kan dooropnemen. En dat ik gewoon als ik ergens klaar ben, als ik gewoon klaar ben met de video, dat ik gewoon. Dat is gestopt en dan ga ik gewoon volgende keer ga ik gewoon verder. Want ik wil niet weer dat gewoon elke dag gewoon half uur. Elke dag dat je een half uur aan mijn video's besteedt. Terwijl je ook gewoon makkelijk een kwartier. Of misschien wel 10 minuten of misschien wel 5 minuten aan mijn video's kan besteden. Daarom wil ik het ook zo lang mogelijk 5 minuten houden. Er zijn ook een aantal problemen geweest bij mij. Waardoor ik dus ook weinig kon uploaden laatste keren. Ik heb ook al een keertje met mijn tablet gefilmd. Ja, en ook, het is nog van old times. Ja. Dan ga ik het ook nog even laten zien over Pokémon Go. Nou, dat gaat nog wel verduren, maar Pokémon Go, het werkt wel en niet. Als de game werkt, maar wanneer ik op Pokémon klik, dan crasht mijn game. En vind ik zo naar. Maar. Er gaan ook nog wat aanpassingen komen in het schema, denk ik. Gewoon eventjes dat gewoon iedereen zijn zin heeft. Iedereen nog leuker het gaat krijgen. Dat niet iedereen op stress zit. Ik zit namelijk nooit op stress. Ik kan best wel zeggen, ik kan best wel 1 week of 2 weken 2 video's per dag doen. Dat kan ik doen. Dat kan ik doen. Maar wil ik dat? Dat is het punt. Ik wil eerst willen kijken dat we nog wat gaan redden. Dit jaar. Maar ik zie jullie wel in de volgende video. Elke dag zie ik jullie gewoon weer. Met een gloednieuwe video.
Ook al ben ik op vakantie, ik probeer alles zo snel mogelijk te uploaden. En gewoon, of mijn vrienden leggen wel wat. Maar ik blijf het opgeven. Ik doe gewoon mijn ding. Shout-out naar iedereen die me blijft volgen. En ook een Chio. Want jij, je hebt heel veel voor mij betekend. Later alsmaar. Tot ziens, guys.